Een hele goede dag, mensen van een GameStad. Ik kom naar thuis van stage. Ik ben echt letterlijk 2 seconden thuis. Mijn ogen zijn vol rood van de hooikoorts. En mijn eten staat op het fornuis. Dus ik dacht, fuck it, we gaan tussendoor even gewoon een video maken. Dus als jullie denken, wow, wat ziet die jongen eruit? Wat heb je rode ogen? Heb je drugs op? Nee. Ik word allemaal van de hooikoorts. Ik kan er helaas niks aan doen. Ik heb een pilletje genomen, want ik heb er gewoon allemaal medicatie voor. Maar ja, het is niet altijd even goed tegen te houden. Nou, welkom weer bij Pixelmon. Ik heb laatst een klein beetje, echt 5 minuutjes even verder gespeeld zonder op te nemen. En het enige wat ik heb gedaan is wat apricorns verbouwd. Zodat we zo meteen wat pokeballs kunnen gaan maken. Even kijken, wat kunnen we gaan doen? Nou, we kunnen natuurlijk pokeballs gaan maken. Daar ben ik nou mee bezig. Die apricorns die liggen daar nu te groeien. Ik heb nog iron. Dan gaan we daar even een iron hamer van maken. Dat is wel handig. Oh, armor is trouwens ook misschien wel een goed idee om een keertje te maken. Even kijken. Deze omgaan even maken. Zoiets. Kijk of we hebben nou 9. Nou, dat is wel prima voor nu. Oké. Ik heb hier een mooie chest. Die had je trouwens al lang gezien. Ik moet nou niet net doen alsof ik allemaal nieuwe dingen heb, want die heb ik helemaal niet. Maar kijk, de farm begint al iets te worden. Ik bedoel, we hebben al een hele rits aan blauwe. We hebben een hele rits aan groene. Hier begin ik met witte. Deze rij rooien gaan straks weg, maar ik heb ze nou nog even staan omdat ik ze wel nodig heb nu. Monferno is nog steeds een baas. En ja, dan moeten we eigenlijk even wachten tot die nieuwe apricorns klaar zijn. Dus in de tussentijd gaan we deze Spearow even doodmaken. Hoppatee. Fight. Gebruik je Amber. Hier, hoppatee. You are no match for my Monferno. Zo. Level 17, nice. Even kijken, wat misschien een idee. Hey, Fluffy. Welk level meer? Fluffy. It's zo. 25, dat is een beetje. Dat is alweer net te veel. Net iets te veel, net iets te veel. Even kijken. Want ik ga natuurlijk ook nog een keer mijn huis even wat verder bouwen. En we gaan eens een keer wat meer exploren. We gaan eens weg hier, we gaan een stukje verder weg. Maar natuurlijk, voordat we verder weg gaan, wil ik wel eens wat pokeballs hebben. Zodat we in ieder geval, ja, dat is gewoon wel handig om te hebben, lijkt me. Even kijken, laten we even wat torches maken. Dan gaan we weer eens even ondergrond. Gaan we ondertussen misschien wel wat iron minen. Aluminium, ik weet niet wat ik daarmee kan doen. Eens een keertje opzoeken dan. Zo. Die kan ook weer bezig zijn. Oh, Tom, wat heb je toch een. Wat een organisatie is deze. Deze mannen die. Oh, wat een organisatie. Prachtig, geweldig. Formidabel. Formidabel. Torches, uppatee. Zo komen we wel een heel eind mee vooruit. Oké. Deurtje dicht. Het zijn al epicorns. Ja. Pak die nog even schouw. En dan is het rijtje aan Capricorns van rood ook alweer klaar. We hoeven alleen maar even te wachten tot ze uitgegroeid zijn. En dan kunnen wij pokeballen gaan bouwen. Wat hebben we hier allemaal voor spannende Pokémons rondlopen? Het zijn Magikarps die aan het vechten zijn met Taurussen. En een Electabuzz van level 26. Ja, Magikarp ben je even dood. Oh man, ik heb echt last van mijn oog. Misschien ga ik gelijk even vragen wat jullie tot nu toe van de serie vinden. We zijn al bij aflevering 5. Hebben jullie nog dingen waarvan jullie denken van, nou, dat is misschien wel tof als je dat eens gaat doen. Of wil je dit eens gaan proberen. Of Tom, jij hebt dit nog niet gedaan. Ga dat eens doen. Laat het weten. Ik ben benieuwd. Voor mij is heel Pixelmon ook nog één groot avontuur waarbij echt alles nieuw is. Dus nou ja, heb je iets waarvan je zegt van Tom, dat is gaaf, ga eens checken, dan laat het zeker weten in de reacties beneden. Een duimpje omhoog zou ik ook erg waarderen.
Want het is natuurlijk gaaf als je als YouTube, als je video's maakt voor YouTube, daar steek je moeite in. En door alleen maar een likeje te geven, daar kun je al iemand al, zoals mij, al heel blij mee maken. Dat je in ieder geval weet van, nou, mensen die het kijken, die vinden het tof, die vinden het gaaf. Die willen misschien wel meer. Dus ja, dat is ook alvast weer een dingetje. Oké, het is weer dag en er zijn alweer wat apricorns. En nou kunnen we ze eens gaan vasthouden. We kunnen ze altijd houden, ze zijn van ons. Kijk, en hier was ik al bang voor, die middelste die kan ik nou niet pakken. Ja, ik kan hem wel pakken, maar ik was wel moeite. Goed, ik heb nou 3 rode apricorns. En dat betekent maar 1 ding. Als het goed is, kunnen we nu de bovenkant van de pokebal maken. Als het goed is. En dat gaan we nu checken. Oh. Dan ga ik even gauw die recipe opzoeken. Ben ik zo weer terug. Oké, ik heb het gevonden. Nou, het is eigenlijk heel simpel. We moeten ze koken. Dat is alles wat we moeten doen. We moeten 3 cooked apricorns hebben. En die moeten we vervolgens in een crafting table naast elkaar zetten. En dat is eigenlijk alles wat we hoeven te doen. Dus dat gaan we even gauw doen. En wat ik nou niet weet is of we nou gelijk maar 1 pokeball top krijgen of gelijk meerdere. Maar ja, dat zien we vanzelf wel. Die hebben we ook eentje nodig. Want straks moeten we een recipe maken met een onderkant. Dus die iron bottom die we hebben gemaakt. Misschien kunnen we die al wel wat meer maken. Oh. Die iron bottom. En de bovenkantjes moeten we neerzetten. En dan kunnen we basically een pokeball maken. Dus die gooien we hier neer. Dan gaan we met die hamer gaan erop slaan. Dus het gaat wel ietsje sneller dan met die wooden hammer. Duurt nog steeds wel wat langer. We zijn er bijna. En... oh, dat was hem al. Oh, wacht. Ik heb hem al door. Kurt's Apprentice. Oh, Master Kurt. Nou, en als we deze aan elkaar leggen... kijk, 5 Pokeball Discs. Oké, we hebben 2 Pokémon Bases. Pokeball Discs die... oh, ik moet even een nieuwe chest maken. Die disc die moeten we nou ook hierop leggen. En die moeten we ook gaan slaan. En als het goed is, als ik nou net goed op heb gelet. Kijk, ik zit allemaal veel te lang te hakken. Ik dacht dat die er automatisch af zou springen. Maar dat is dus mooi niet zo. Maar dat geeft niet. Dan weet ik dat. Kijk, je zit hem in 2. Kijk, dat is 1. 2. 3. En dan kun je op rechtermuis kunt klikken. En dan heb je je Pokéball. Nou, dan doen we de rest ook even gauw. Zo, en we hebben nou 3 dingen gemaakt. Ik maak nog gelijk even 2 knopjes erbij. En als het goed is, als ik nou deze hier gooi, deze hier inzet en deze hieronder. Oh nee, dan moet die hier links. Nog niet. Oké, nu gaat hij goed. Ik weet wat fout ging. Ik dacht dat ik een wooden button nodig had. Maar blijkbaar moeten we dus een stone button hebben. Dus ik heb nou even wat cobblestone hier in de furnace gegooid. En als het goed is, kan ik hier nou een button van maken. Ja. En als ik deze ga gebruiken. Bij mijn pokeball. Nee, deze button. Wow! Nice! De eerste pokeball is gemaakt, jongens. Fucking nice. Fucking chill. Even kijken. Heb ik nou die gepakt? Nee, ja, nee. Misschien, ja, misschien wel. Nee, ja. Zo. Daar maken wij 2 buttons van. Kutblauw bloemetje. Weg. En vervolgens maken we daar nog wat pokeballs van. Zo, en nu hebben we 3 pokeballs. Tijd om onze eerste Pokémon te vangen. Maar welke gaat dat worden? Welke gaat dat worden? Moet dat een fucking basis Pokémon zijn? Oh, dat was een duif die bijna hier naar binnen vloog. Maar dat geeft niet. Dat kan allemaal gebeuren tijdens het spelen van Pixelmon. Er vliegen duiven in je kamer. Je krijgt de rode ogen van een hooikoorts. Je hebt nog niet eens gegeten. Je eet het waarschijnlijk aan te branden nu op het fornuis. Maar dat maakt niet uit. Alles voor deze video. Nou ja, het eten staat als goed is niet aan te branden. Ik bedoel, ik heb het heel laag gezet. Het is nou meer aan het warm houden. Het was nog iets niet klaar, we moeten even op wachten. Anyway. Ik moet straks niet de weg terug vergeten. Ik ben al wel heel stoer hierheen aan het lopen.
Maar die zijn alleen maar dezelfde. We kunnen zo'n Nidoran wel vangen. Dat is misschien wel tof om straks een Nidoking te krijgen. Ik weet alleen niet wat je Moonstone zo kan echt gaan krijgen. Hallo Pokémon, waar zijn jullie allemaal? Growlithe! Shiny! Oh, shiny! Wow! Wow! Fucking vet! Even mijn raam lekker, want die duiven vliegen hier niet meer binnen. Oh, dit is baas! Fucking Growlithe, en meteen shiny! Nee! Oh, fuck! Hier, gewoon terugkomen jij! Ah. Ik wil hem niet doodmaken. Oh, dit is spannend, jongens. Nog één scratch en dan ga ik een Pokéball gooien. Kom op. Kom op. Ah, nee. Nog eentje. Go. Kom op. Ja. Ah, kom op. Ah, ik moet hem nog meer. Ga ik een Ember doen? Die doet niet veel damage tegen hem. Gaan we het doen? 1 Ember dan Pokéball. Ja. Oh, fuck. Nou moet hij gewoon. Hij moet nu gewoon goed zijn. Hij moet nu gewoon raak zijn. Anders ben ik. Ah, ik ben fucking shiny misgelopen. Kom op. Nice! Dude! We hebben gewoon een motherfucking shiny Growlithe. Hoe fucking vet! Oh, wat een baas, jongens! Wow! Dit is zo fucking vet, hè? Heb ik nog wat eten? Ik heb nog wat brood. Oh, dit is zo nice, jongens! Gewoon een motherfucking shiny. Gewoon onze eerste gevangene Pokémons. Na al fucking. Wat is dit? Oh, dat is gewoon dingen. Na echt gewoon een paar afleveringen. Gewoon al meteen een motherfucking shiny. Wow. Ja, Pikachu, nou even gezin in jou. Ik moet even terug naar mijn huisje toe. En fucking Growlithe ook nog. En sowieso dat die Arcanine. Oh, dat was echt onze. Dit was onze master, bro. Oh man, ik vind het zo nice, hè. Volgens mij heb ik het echt al 600 keer gezegd, maar. Ik weet niet hoe rare shinies zijn in Pixelmon, maar. Als het net zo rare is als in de echte Pokémon, dan is het gewoon echt fucking nice. En ook tenminste gelijk zo'n basis Pokémon als Arcanine. Of Growlithe bedoel ik. Dat is gewoon super vet. Dat is echt nice. Crowded op Arcanine is ook nog echt een sterke Pokémon. Dus dat is gewoon. Man! Volgens mij is hier ons huisje. Kijk, daar staat hij hoor. Jezus. Nou jongens, ik vind er echt dat we echt wel even flinke, dikke shit hebben bereikt in deze aflevering. Ook al is er misschien niet zo heel veel gebeurd, we hebben toch Pokéballs gemaakt. Dat is al één ding. Kijk, onze farm staat alweer klaar om meerdere Pokéballs te kunnen maken. En dat niet alleen.
We hebben ook nog eens een baas van een Pokémon. We hebben gewoon fucking deze motherfucking shiny Growlithe. Kijk hoe mooi dat die is. Kijk hoe shiny. Godverdomme zeg. Nou jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Onder in de beschrijving zit een linkje naar mijn eigen of ons eigen kanaal, moet ik eigenlijk zeggen, van mij en Rody. Van Aunt, daar staan meerdere video's op die wij maken. Het zou sowieso tof zijn als je die even zou willen checken. Wij maken dingen zoals Minecraft, maar ook dingen als Octodad. Dat spelen we. Ik heb laatst een video editing serie gedaan. We hebben Starbound heb ik heel lange tijd serie van gedaan. En heel veel leuke dingen. En er komen echt super vette dingen aan. Dus check het zeker, dat zou ik zeker waarderen. Abonneer ook op dat kanaal. Maar ook abonneer op een GameStad. Ik heb waarschijnlijk een paar keer in de vorige video's een game kanaal gezegd. Dat vloept er dan een keer uit. Maar het is echt een GameStad. Like deze video. Alvast bedankt. Laat eens in de reacties achter. Dat waardeer ik altijd. Ik lees alles. En het liefste reageer ik ook op alles. Dat ga ik wel vanuit dat ik dat ga doen natuurlijk. Dan zeg ik jongens bedankt voor het kijken nogmaals. En ik check jullie in de volgende aflevering. Waar wij fucking vette dingen doen met deze die motherfucking Growlithe. Jongens bedankt en ik check jullie weer in de volgende video. Later!